Donald Trump liegt 7 keer per dag. Hoe zit dat bij de Rotterdammers? Wat is jouw laatste leugen geweest dan, Johan? Dat ik onderweg was, maar dat ik dat eigenlijk niet was. Why the fuck you lying? Wat is de laatste leugen die jij hebt verteld? Dat was toen ik een shisha pen voor een vriend van me moest halen. En hij wilde 1000 pofs, maar ik zei tegen hem... Nee, hij wilde 1000 pofs en dat zei ik tegen hem, maar ik heb er 500 gehaald. Ja? Dat ik zei dat ik met mijn vriendinnen uitging en terwijl ik bij mijn vriendje was. Mijn ex was. Geen idee. Doe ik nooit. U liegt nooit? Nee. Ik lieg niet leugentjes om eigen best wel? Nee. En u? Ook niet. Nooit? Nee, waarom? Mensen moeten tegen de waarheid kunnen. Dat ik nooit lieg. Dat ik een voldoende had, een 10 had gehaald voor wiskunde, maar ik had gewoon een 1. Dat ik hier ben. Goeie, daar overval je me wel heel erg mee, zeg. Als een mevrouw vraagt, heb je veel gedronken? En ik zei, nou, maar 2 pilsjes, dat waren er 6 of 7, dat soort dingen. En vind jij dat leugentjes kwaad kunnen? Nou, op bepaalde momenten dan wel. Jawel, het kan je soms beschadigen. En het kan heel veel, heel veel met andere mensen doen. Ja, eigenlijk wel, want ik vind wel zelf dat je eerlijk de waarheid moet vertellen. Leugentje best wel niet. Soms zijn de kleine leugentjes beter te vertellen dan wanneer je iemand de waarheid zegt. In welk geval? Wij hebben thuis een fotostudio. En dan komen de mensen en die moet ik een pasfoto van maken. En die mensen zien er absoluut niet uit. En dan zeggen ze tegen me, goh, ik ben wel lelijk, hè. En dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. Dan kan je ze kwalijk gaan vertellen. Nou, daar heeft u erg gelijk in, hoor. Ik word er blind van als ik naar u kijk.